Ja mensen, welkom bij een nieuwe livestream op jouw beeldscherm. Ik ben momenteel even... Wacht even jongens, wacht. Even kijken hoor. Yes! Daar zit... Sorry. Oh, dop zit er nog op. Heel slim. Dan gaan we niet goed fotograferen. Welkom iedereen bij de nieuwe Pokémon Snap. Ja, blijkbaar als fotograaf moet je het wel een beetje goed doen natuurlijk. En ik denk dat ik met deze camera best wel goed gaat functioneren in de Pokémon natuur. Ik weet echt totaal niet wat ik moet verwachten van de nieuwe Pokémon game. Ik heb zelf alle Pokémon games gespeeld op de Switch tot nu toe. Dat is dan Let's Go Pikachu. Dat was echt een ontzettend leuk spel. En natuurlijk ook gewoon de Pokémon Sword. Die heb ik dan geprobeerd. Maar... genoeg gelachen, genoeg getest. We gaan gewoon beginnen met de game. Erg benieuwd. En even kijken hoor. Zo. Welkom iedereen in de chat. Super gezellig. Ik zal de muziek trouwens uitzetten. Zo, hoppakee. Want we hebben natuurlijk genoeg leuke muziek vanuit de game zelf. Hoop ik dan natuurlijk. Hey Ricardo, hoe is het? Goeiedag. Gezellig. Ik weet niet of het spel in het Nederlands is. Ik heb hem wel bij een aantal andere streamers gekeken. En toen was die Engels. En ik denk, als ik dit nu ook zie, dat hij gewoon in het Engels is. Maar mocht ik dingen moeten vertalen, laat het even weten in de chat natuurlijk. Oké. Ik wil vooral Nintendo bedanken voor een code. Dat ik deze game mag uitproberen. Super awesome. Ja, ik zie het al. Engels. Engels only. Oké. Hey, Teresa. No voices English. Nou, we doen maar gewoon Engels. Prima. Ik zal hem iets harder zetten, muziek. Zo. Please select your appearance. Oh, we mogen een poppetje kiezen. We hebben twee mannetjes met zwart of bruin haar en blond. We hebben twee dames. We hebben dan een beetje lichttinten jongens en lichttinten dames. Nou, ik ben zelf zo wit als maar wat. Ik kies gewoon het blonde ventje. Joh, maak het uit. Leuk. Mijn naam. Kan ik trouwens nog een C daartussen? Dat zou wel mijn originele naam zijn. Dus even kijken hoor. Een C. Kan ik dit kiezen dat die... Oh, wacht even. Da Vinci... Ja, het kan. Oh, wat fijn. Hey, Anton Jeroen. Welkom. Inge is er ook bij. Are you ready to start? Ik ben er zeker klaar voor. Ik ben erg benieuwd. Of ik in ieder geval een beetje goed kan fotograferen natuurlijk. Hè? Dat is belangrijk. Oké. Okay. Vogeltjes, allemaal dieren. Nieuw Pokémon Snap. Dit spel kwam ooit in 99 uit, 1999 als ik het goed heb. Of 97 of zo. En ik heb nooit begrepen wat het... Nou, dankjewel Ivory. Dankjewel Ivory voor je sub, jongen. En heeft hij gegeven aan Captain Spooky. Hey, over hier. Is dat professor ook? Nee, het is iemand anders. Nog niet bekend. We worden opgewacht door deze twee. Wat gaat er gebeuren? Hey, ik ben blij dat je het hebt gered. Wat is er gebeurd? Welkom bij het laboratorium van Ecology and Natural Science. Oké. Okay. Lens. Het is makkelijk om Lens te zeggen inderdaad. Nou, oké, die hele naam. Mijn naam is meer... Een naam voor een professor Spiegel. Dokter of professor Spiegel is dit, dames en heren. Leuke naam. Ik ben aan het onderzoeken naar Pokémons en hun natuurlijke habitat. Hier op Florio Island. Ja, en dat is nog niet alles. Deze professor is aan het studeren bij elk eiland hier in het Lentil Region. Niemand heeft dat ooit gedaan. Dus ja, het wordt gewoon geweldig. Oké. Niemand. Vergeet je niet een hele toffe avonturier of een ontdekker. Oh, good point. Captain Vince? Hebben ze mijn... Hé, maar Vincent is mijn echte naam. Hoe kan dit mogelijk zijn? Dit is gewoon toevallig. Captain Vince. Oh, ik voel me echt vereerd. Ik heb gewoon een plekje gekregen in de game. Dat is echt tof. Hey, hallo, 80 kijkers. Welkom iedereen. Oké. Nou, ik wil eigenlijk doorskippen. Maar we moeten wel even het verhaal lezen natuurlijk. Dit is Rita. Oh, hallo Rita. Dat is de research assistente van deze professor Spiegel. Nou, we gaan even naar het laboratorium om te beginnen. Ik leid de weg, zegt zij. Oké, we gaan naar het laboratorium. Spannend.
Oké, laat me even uitleggen. De Lentil Region is teaming with Pokémon. Oké, ze werkt samen met Pokémon. Voor mij, teaming ken ik niet helemaal, dat woord. Om foto's te nemen van Pokémons, helpt dat ons met het leren hoe ze, ja, weet je, in hun ecosysteem leven. Dus gewoon dat we meer te weten komen over Pokémon aan de hand van gewoon foto's. Ik heb dan het gevoel dat wij dan gewoon op pad worden gestuurd om die foto's te maken, zeg maar. Oh, dit is mijn camera. En dat ziet er best vet uit. Het is de research camera. Wauw. Nice. En ik heb ook dezelfde, Sarita. We kunnen hem ook gebruiken om te communiceren met elkaar. En de rest van het team. Nou, fijn. Dat klopt helemaal. Het is meer dan een camera. Maar ja, laten we gewoon een beetje, hè, in contact houden. En dan komt het allemaal wel goed. Oké. Het is gewoon een belangrijk ding. En dat is mijn poppetje. En dit is dan mijn camera. Hij is lekker plat ook. Moet je kijken. Oh, ik voelde de controller ook gewoon trillen. Bedankt voor de follow van Levi. Levin is de best. Awesome, right? De professor heeft het uitgevonden. Kan ik het uitleggen hoe je het moet gebruiken? Nou, dat zou mooi zijn. Het lijkt mij gewoon. David! David, jongen! Bedankt voor je. Dankjewel, David, voor je 2 maanden subje met Prime. Super lief. Dank voor je steun, jongen. Oké, we gaan naar buiten. Let's go outside. Ik denk dat het gewoon. Oké. The tutorial are based on default button layouts. Maar ik heb een Switch Pro controller. Dus ik weet niet. Oh, er komt een vlinder. Oké. We maken foto's met de A-knop. Ik denk dat we nog meer moeten doen. Oké, we moeten de camera bewegen. De cirkel is het middenstuk van de camera. En we kunnen dus met links kunnen we dus gaan bewegen. Oh, op deze manier. Vet. We kunnen helemaal om ons heen kijken. Daar is de vlinder. Ja, ze legt er dus uit. Maar. Oké. Oh, dit is Pikachu. Oh, die is wel schattig. Ik ga sowieso een foto maken. Komt-ie. Nice. Ik ben ook benieuwd hoeveel Pokémons ik ken. Ik heb vroeger wel Pokémon in de gaten gehouden. Maar dat was echt de eerste 150 Pokémons. En toen kwam natuurlijk die film. Omdat Mewtwo was toen volgens mij 151. Pokémon 151, toch? Zo ging dat, toch? Ja, dat was dan weer een speciale. En toen ging het later, kwamen er nog meer Pokémons. Toen kwam natuurlijk ook die serie werd uitgebreid. En op een gegeven moment waren er zoveel Pokémons. Toen ben ik ook. Ik was ook wat ouder. Toen ben ik ook gestopt met kijken naar Pokémon. Ja, je wordt ouder en dan op een gegeven moment dan boeit het je niet meer. Dan ga je natuurlijk naar andere series kijken. Of je speelt andere spellen of wat dan ook. Maar ik vind het wel tof om gewoon echt die oude Pokémons te zien. Ja. Hey, Robbie. Dankjewel voor je follow. Ik had het even niet gezien omdat ik de tekst. Ik ben deze tutorial aan het volgen. Dus ik heb je niet negeerd. Maar ja. Heb je nog contact met Rick? Nou, Rick is een beetje druk, hè? Ja, inderdaad. Pikachu lijkt een beetje klein omdat hij zo ver weg is. Dus ik denk dat ik moet gaan inzoomen met de camera. We gaan inderdaad inzoomen. Hold L, ZL. Oké. Oké, we gaan even inzoomen. Oh, wow. Oké, met LT kunnen we dus lekker inzoomen. Nou, prima. Dat doen we hem zo. Hij kijkt ook schattig, hè? Pikachu is altijd schattig. De eerste Pokémon-serie blijft de beste. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Absoluut. Voor mij staat het geluid echt super zacht. Maar bij mij staat helemaal Elgato heel hard. Dus ik weet niet hoe dat komt dat hij nou zo zacht klinkt. Hoor je het ook zacht of niet? Ik hoor het namelijk geluid dat hard bij mij. Oh, dit is iets beter, hè? Ja, dit is wel beter, het geluid. Het stond heel zacht. Sorry daarvoor, trouwens. Excuus. Oké, ze heeft de basis uitgelegd. Het is eigenlijk gewoon het richten van je camera. Het inzoomen van de camera. Oh, en ik krijg serieus ook gewoon hoeveel te zien hoeveel foto's ik heb genomen. Nou, prima.
Oké, ze gaat dus. Hij gaat zeg maar de Pokémon, de foto's gaat hij raten. Dus die gaat hij beoordelen. Oké, dat is mooi om te weten. Try selecting the Pikachu folder. Oké, dat zijn dus de Pokémon's die ik heb gefotografeerd. En, even kijken hoor. Ik heb dus twee foto's gemaakt. Ik denk dat deze veel leuker is. Ja, dus je moet dus van de foto's die je hebt genomen, moet je dan eigenlijk de beste kiezen. Maar ik denk ook dat je elke keer een andere score krijgt. Het ligt eraan hoe goed de foto is natuurlijk. Oké, dat is goed om te weten. Show professor. Laten we even zien hoe goed ik ben met de foto's. Ik denk dat hij het goed vindt. Hij gaat kijken naar foto nummer 1. De Pikachu. Hij kijkt wel een beetje boos trouwens, zie ik nu. Ik heb precies een foto genomen toen hij ging knipperen met zijn ogen, geloof ik. Want hij kijkt een beetje zo heel sluw van... Ja, ik geef je dadelijk een donderschok. Zo kijkt hij. Oké. We krijgen dus sterren voor de foto's. Ik moet gewoon mijn best doen. In principe, dan hoef je maar 1 foto te maken. Maar ik denk dat het beter is om gewoon meerdere foto's te maken voor een Pokémon. Kijk, background. Nou, de achtergrond is toch mooi met die bloemetjes? Krijg er maar geen punten voor. Maar ja, mijn totaal is nu wel 3000 punten. En 1 ster. Natuurlijk wil ik wel voor die 4 sterren gaan. Maar geen idee hoe ik dat moet gaan doen. En Vivillon. Nou, dat is dus een Pokémon die ik totaal niet ken. Wat ik al zei, ik ben echt een beetje van de oude garde Pokémon. Echt de oude 150. Dat is allemaal geen probleem. Daarvan ken ik er misschien wel 80 of 90 herkenners, bij wijze van spreken. Ik denk misschien nog wel meer. Sowieso, als je die evoluties weet, dan zit je ook wel goed natuurlijk. Wat denk je ervan? Once you get your photos, if you can use a few... Oké, je moet dus de foto's gaan maken van Pokémon's, maar je hebt ook je eigen Pokémon Photodex. Dus ja, dan, je weet hoe ik ben. Ik ben altijd van het verzamelen, dus... Als ik op een gegeven moment bezig ben, dan wil ik wel al die Pokémon gaan zoeken. En ik weet niet waar ze precies zijn. Ik denk dat het gewoon levels worden of zo. We moeten het maar even gaan zien. Hey, daar zijn ze weer. Dus nog even de introductie van de game natuurlijk. Speel je ook Lego games? Uiteraard. Uiteraard, Ricardo. Uiteraard. Ik heb pas geteld. Ik heb 30 verschillende, of eigenlijk 30 games op de Xbox gespeeld van Lego. 30 stuks, dat is echt veel. Oké. Zie je deze pot? Ja, die zie ik duidelijk. Het carry you on the phone. Oké, deze pot, dit vervoersmiddel, gaat mij dus brengen naar verschillende plekjes in deze Pokémon-wereld. En het heet dus de Neowon. Ah, nice. Het is de beste. Het kan je namelijk teleporteren naar plekken waar je naartoe wil natuurlijk. In een seconde van tijd. Oké. De details kunnen wachten, professor. Oké, jij hebt gelijk. Nou, laten we beginnen. Nou, inderdaad, laten we inderdaad beginnen. Dan gaan we erin zitten, hoor. Wauw. Thank you. Oh, en weg zijn we. Ja, op naar het heelal. Hey, Alisa, welkom. Nou, we gaan op avontuur dan in dat ding. Deed me een beetje denken aan Jurassic World of Park. In die bol. Ik weet niet waarom. Of van Sonic. Dr. Robotnik. Die zit dan ook in zo'n ding. Oh, we beginnen al gelijk. Oké. Dit is de game. Dit is Florion Nature Park. We gaan de foto's maken. Oh, van die beesten. Kijk nou. Oh, die zijn schattig. Wat is het? Het lijkt op een apie. En is dat Pikachu of Raichu? Oh, jongens, jullie moeten me echt gaan helpen hoor, met foto's. Pichu. Ja, Dodrio. Dat is natuurlijk van de oude Pokémon-garde, hè? Met die 3 koppen. Je hebt er ook eentje met 2 koppen, toch? Duodrio? Dudrio? Ik weet het allemaal niet meer zo goed. Jullie moeten me maar echt een beetje helpen met al die Pokémons. Maar het ziet wel schattig uit. Kijk nou. Precies goed in beeld. En daarachter ook... Die moet ik ook gaan fotograferen, natuurlijk. Boefelefant? Kijk nou, droog. Ik weet ook niet hoeveel foto's ik kan maken. Maar we gaan wel een beetje inzoomen, natuurlijk. Hoppakee. Hé, wacht. Een Molga zit daar. Oh, wat een schat. Oh, nee, je gaat weg. Nee, ik wil je kont niet fotograferen. Ja, oké, ik heb zijn kont in beeld. Ik weet niet of ik daar heel veel punten voor ga krijgen. Nou, ik heb in ieder geval 1 ster, als je begrijpt wat ik bedoel. Appeltjes, waarom moet ik... Waarom... Ach, ik fotografeer appeltjes. Oeh, dat was net te laat. Echt heel stom. Groeien ook paddenstoelen in de boom? Waarom ook niet? Oh, een Wurmple. Heb ik die nou gehad? Volgens mij ging dat even niet goed. Wacht, ik pak hem nog een keer. Ja, is dat goed? Ja, toch? Ja, ik heb hem er goed op. En daar nog eentje aan de boom.
In een natuurlijke habitat. Hey, een Christabloem. Ja, je moet snel zijn. Ach, wat schattig. Een swanna. Ja, dat zijn allemaal die nieuwe beesten, joh. Het zegt me allemaal niks. Hey, Ricardo Koenders. Hallo, welkom. Hey, zo. Nou, doe eens even normaal. Dodrio, die jagen gewoon die beesten weg. Oh, snel zo fotograferen. Hey, is dat niet een soort van Pidgey-achtig wezen? Zou best wel kunnen. En natuurlijk ook in die bomen kijken. Want ik denk, als er vogels zijn, dat ze misschien wel ook daar zijn. Hé! Hey! Die hadden wel de swanna. Even kijken hier in die boom. Zit er echt niks in? Volgens mij niet, hè? Nee, jammer, hè. Zonde. Oh, api. Een groekie. En hij weer. Oh. Ja, nee, ik ga zijn achterkant niet fotograferen. Dat vind ik zonde. Beetje sneller, Vince. Kom op. Dadelijk mis ik de helft. De voorkant... Die is schattig. Ik denk sowieso dat we heel veel gaan missen dadelijk als ik niet goed oplet. Ook in de boom natuurlijk. Nee, fruit hoef ik niet te fotograferen. En hier rechts staat volgens mij een Magikarp. Is dat een Magikarp? Ja, kijk. Dan nog wat namen heb ik nog in mijn hoofd. Rechtsboven staan hoeveel foto's je nog kan maken. Oh, dankjewel. Ik zie het nu pas, ja. 41. Ik zie het nu pas. Ja, mijn facecam, mijn grote watermeloenhoofd staat ervoor. Maar in ieder geval, ik kan nu nog 41 maken. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik moet misschien ook een beetje zuinig zijn. En niet te enthousiast met mijn fotocamera heen en weer rondklikken. Oh, die is wel schattig. Kijk nou. Die zit lekker erop. It was looking your way just now. Oh, als die me aankijkt, krijg ik misschien wel meer punten. Jeetje, wat ziet dit er mooi uit. Een prachtig landschap trouwens. Moet je die achtergrond zien. Heel mooi. Wat is... Is dat een Pokémon? Oh, wacht nou. Hij heeft een soort van een slinger aan zijn handen of zo. Oké. Okay. Heel veel bloemen en heel veel van diezelfde Pokémons. Nou weet ik niet of ik dan een paar moet schieten. Het liefste moet hij mijn kant op kijken. En een bloem ook. Zo. Hey, Foxy. Dankjewel, jongen. Dankjewel voor je subje. 7 maandjes heeft hij alweer. Hoe hou je het vol? Dankjewel, jongen. Ik denk echt dat ik met die bloem wat moet gaan doen. Oh, hij gaat er al automatisch naartoe, of niet? Nee, ik heb niks met die bloem nu. Potjantori. Ik was lekker op weg. Ik was er naartoe aan het gaan. Nou, de Pokémon gaan nu beoordelen wat ik allemaal heb gedaan. Een dagje in de park. Ik heb 37 foto's genomen. Je kan het net nog beneden zien hier zo. En we hebben 12 verschillende Pokémon's gefotografeerd. Nou, even kijken om die foto's aan mij te laten zien. Go ahead and choose one photo per Pokémon. Oké, okay, ik mag dus maar 1 foto per Pokémon aan hem laten zien. We beginnen gewoon met Vervillon. Vervillon, hoe die ook heet. En ik heb best wel een hoop foto's gemaakt. Maar nou is de vraag, wat is nou de mooiste foto? Nou, ik vind deze niet zo mooi. Ja, ik heb... Deze is wel denk ik wel een van de mooiere, denk ik. Gewoon puur omdat ik dan zijn vleugels er mooi op heb. Ik ga voor die. De Grookie. Kijk, dit is wel heel erg jammer. Want heb ik zijn achterkant gefotografeerd? Ja, dan moeten we deze doen. Hij kijkt ook zo leuk naar me toe. Ja, die gaan we. Nou, daar hebben we er maar eentje van. Best wel zielig eigenlijk. Ja, van de achterkant. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Dodrio, daar heb ik een mooie van. Kijk, deze. Ja, dat is wel, dit is wel een 2 sterren waard inderdaad. Volgende. 1 sterretje voor beide. Nou, maakt eigenlijk niet uit welke we kiezen. Maar bij Dodrio heb ik wel de eerste 2 sterretjes. Deze, ook 2 sterren. Oké, nu moet ik heel goed kijken waar die precies zit in de boom. Maar hij moet daar ergens zitten, de Emolga. Bidoof, zegt me echt niks. Die Pokémon zeggen me echt niks. Omdat ik gewoon, ik ken ze gewoon niet goed genoeg. Maar door de game leer ik ze hopelijk wel kennen. We hebben hier nog eentje. Hebben we 2 sterren? Nee joh, deze worm. Ja, daar ga ik gewoon voor de boom. Sowieso, de Comfy. 2 sterren, dat is mooi. De Swanna, dat is dan, ja, in principe, ik zou deze doen, denk ik. Die is wat meer een close-up. De Tello of de Talo, weet ik veel, dan natuurlijk deze, want die kijk je aan. Helaas geen 2 sterren, Magikarp. 1 sterretje. En dat zijn ze. We gaan ze laten zien aan de professor. Hopelijk krijg ik daar wat puntjes voor. Die bloem was het eindpunt. Ah, oké, die hoef ik dus helemaal niet te fotograferen. Oké, laten we eens even kijken naar de foto's die je hebt gemaakt. Oké. Het is een Vivillon. It takes my breath away. Het neemt mijn adem weg. Oké, ja, het is inderdaad wel een mooie foto, ja. Ik krijg er wel wat puntjes voor. Hoeveel weet ik niet.
Maar dat zien we dan elk moment. We krijgen een nieuw record voor deze foto. Dus je moet elke keer opnieuw een record maken voor de foto's die je maakt. Dus ik had eerst de 2261 punten. Nu krijg ik bijna 4000. Nou, helemaal goed. Krijgen we in ieder geval van een bronzen ster krijgen we een gouden ster hiervoor. Dus dat is wel weer een positief iets. En uiteindelijk moet ik natuurlijk voor 2, 3 of zelfs 4 sterren gaan om dat te upgraden. Dat is wel vet. Crookie. Die heb ik nieuw ontdekt. Dus in principe, de eerste score telt gewoon. Blijft ook gewoon staan. En datzelfde geldt voor alle andere Pokémon's. Ik krijg 2 sterren ervoor. Dat is op zich goed. En Pichu met zijn mooie rug. Nu weet ik wel 1 ding zeker. Dat ik deze foto, of in ieder geval deze Pokémon, de volgende keer er wel 100% beter op gaat zetten. En dat mijn score over de 2000 makkelijk gehaald kan worden hoor. Absoluut. Nou ja, een goed begin is het halve werk, zeggen ze. De Dodrio. Dat is een nieuwe Pokémon. En die komt natuurlijk op de fotodex te staan. Helemaal nieuw. Geeft niet. We krijgen best wel 4000 punten. Netjes. Dankjewel. En wat ook netjes is. Deze Dilara. Dankjewel voor je follow. De Poefeland. Nou, een beetje een bison-achtig type. Ik denk niet dat de punten heel veel worden. Misschien 2000 of zo. Wat denk je zelf? Ja, bijna 3000 toch nog. Had ik niet verwacht. 1 sterretje. We gaan naar de Emolga. Die heb ik ook gefotografeerd. Zat er in de boom. Ik zit nog steeds te kijken waar die zit. Volgens mij naast dat takje links. Heeft bijna dezelfde kleur als de achterkant van die rotspartij daarachter. Nou ja, punten is te hoog. Net geen 2000. Wel 2 sterretjes in het brons. We krijgen de Bidoof. Een soort bevertje. Heel schattig ook. Ontzettend leuk. En wat voor punten krijgen we hiervoor? Oh, tunnel 3400. Lekker man. De Wurmple. Ik heb gekozen voor deze foto. Dat hij lekker tegen zo'n boom op zit te klimmen. Misschien dat ik daar meer punten voor krijg. Achtergrond background krijg ik niks voor. Maar ik vind het een leuke achtergrond. 1 ster. En Comfy. Dat was dan een van de laatste Pokémon's die ik heb gefotografeerd voor deze ronde. Dat is dan redelijke score. Bijna 4000. Gouden sterren. 2 gouden sterren. Swanna hebben we ook nog. De Zwaan. Nou, we hebben het nieuw ontdekt. We krijgen daar bijna 4000 punten voor. En ook nog een Tello. Tello. Hoe je het wil noemen. Noem het gewoon vogel. Magikarp. Jee, wat zijn er een hoop nieuwe Pokémon's. Dat krijgen we hiervoor. Bijna 3000. Dat waren ze. Ah, lekker man. We krijgen ook een soort van level systeem erin. Het research level. Dat gaat serieus nog niet naar level 2. Ik heb er nog net wat meer puntjes voor nodig. Maar er zit dus wel zo'n soort level systeem in de game. En dat vind ik altijd wel leuk. Hoort ook eigenlijk stiekem wel een beetje bij Pokémon. Dat je gewoon een level systeem in het spel hebt zitten. Ik krijg een cadeautje! Yes! Ik heb een nieuwe titel gekregen. Photo Program Newbie. Ik ben gewoon een noob. Gewoon een dikke fotografie noob. Gewoon een eigenlijk beginnen gewoon. Hey Jamie, hallo. Oh, we krijgen gelijk eroverheen een nieuwe titel. En even kijken. Molal. Dankjewel voor de follow. Look this way. Je hebt een score van 1000 of meer. Oké, nou netjes. Oh, we krijgen nog meer rangen, joh. Niet normaal. Save photos to album. Dat is nice. After your research trips, you can choose photos to save to your album. Oké, we kunnen dus de beste foto's hieruit pikken. En die kunnen we opslaan in het album. Ik vind, ja, deze is wel echt heel leuk. En large. Ja, maar die is een leuk fotootje. Ik heb hier wel mijn best voor gedaan. We gaan er opslaan. Ja, ik denk niet dat we echt alle foto's kunnen opslaan. Maar ik wilde wel gewoon een aantal lekker in mijn database hebben natuurlijk. Dat snap je al. Ik kan er nu nog 46 opslaan. Dus ik moet daar wel lichtelijk een beetje zuinig mee zijn. Even kijken. We gaan door met de volgende. Hadden we nog een beetje unieke foto's. Ja, ik vind die Dodrio ook heel leuk. Maar die hadden we natuurlijk al. Deze is ook leuk. Ik vind deze gewoon leuk met die achtergrond. Dat die bever zo op dat boomstronkje zit. Ik vind hem leuk. En oké, de vlinder doe ik ook. Die vind ik gewoon mooi. Oké, nou dan gaan we door met... hebben we nog een foto? Ja, maar die gaan we niet meer doen. Nou ja, althans, in de zin van die ga ik niet meer opslaan. Oké, return to camp. We gaan terug naar het kamp. Ik ben benieuwd wat de volgende opdracht wordt. Zit hier ook Pokémon's in van de eerste generatie? Nou, ik heb Pikachu al gezien. En Magikarp. Dat waren in principe Pokémon van de eerste generatie. Dus ik denk dat het gewoon een mix is van alle generaties, denk ik. Stef Dams, welkom. Hallo, goedemiddag. Het is middag. That covers just about everything. Kijk. Oh, we gaan in de nacht. Oh, dat doen we later, of niet? Gaan we dat nu doen?
Not yet, but soon. Oké, we gaan dus ook in de nacht fotograferen blijkbaar. Don't forget, you can come back to the lab and take a look at your photodex. Oké, we kunnen naar het lab toe. En daar kunnen we een algemeen uitgebreid fotolijstje zien van alle Pokémons die we al hebben gefotografeerd. Oké. Ik zal meer uitleggen, zegt Rita, als je een keer langskomt bij het laboratorium. We laten je niet langer wachten. Have a good time and snap some photos. Ik ben ook benieuwd of je een beetje vrij rond kan lopen in de game. Want je hebt natuurlijk nu een soort van een parcours wat je doet. Maar laten we nog even op research gaan. Daar komen ze weer hoor. Oh, you headed out on another expedition already? Ja, zeker, anders had ik niet op geklikt. Voordat je gaat, laat me nog één ding vertellen. Wat je kan doen met je researchcamera. Je kan ook een scan doen. Aha. Dat geeft dus de details over je omgevingen. Het vertelt je ook of er bepaalde Pokémons dichtbij zijn. En points out. Oké, en of er ook iets ongewoons te vinden is. Professor, wat betekent eigenlijk iets ongewoons? Je hebt daar nooit echt een antwoord op gegeven. Nou ja, basis. Iets wat te maken heeft. System go, check this out. En de meeste system go, check this. Oké, iets wat je moet gaan uitzoeken en zo. Hey, Rap, dankjewel voor de follow. Ik heb trouwens iets oldschools, ook lekkere Smarties. Dat is ook oldschool, hoort een beetje bij Pokémon, vind je niet? Ook lekker oldschool. Oké, ik ben nu momenteel een scan aan het uitvoeren. En inderdaad, je ziet hoe een Pokémon heet. Dat kan je dus met een scan doen, dat klopt. Maar ik zie ook een vraagteken. Oké, als je dus een vraagteken ziet, dan vertelt dat dus, als je met je fotocamera daar naartoe gaat, dat het iets vertelt over dat ding. Maar we nu op X klikken dan weer, of A? Oh, oké, dat. Oké. Oké, wat moet ik dan doen? Moet ik een X ingedrukt houden? Er is nog iets aan het scannen. Ah, oké. Leuk. Als je een scan gaat uitvoeren, dan kan het zijn dat de Pokémon's daarop kunnen reageren. En dat je dan een hele mooie foto kan schieten. Want ja, volgens mij krijg je al bonuspunten als een Pokémon naar jouw lens kijkt. Dat had ik net al uitgevonden. Wat is dit voor moderne Pokémon? Het is de nieuwe game die gisteren is uitgekomen. Nieuw Pokémon Snap. Nogmaals, shout-out naar Nintendo voor het opsturen van een code. Dat ik hem lekker kan uitproberen. Ik vind het echt heel vet. Maar ik ben echt benieuwd hoe deze game gaat uitbreiden in de toekomst. Ik merk het nu al dat we nu kunnen scannen. En ik denk ook dat er meer dingen bij komen hoe verder we komen. Laten we weer op research gaan. We hebben hier in ieder geval een map. En we zijn natuurlijk al daar geweest. We hebben deze route al afgelegd. Nou weet ik niet of we dan een andere route kunnen doen. Even kijken hoor. Kunnen we nog ergens anders naartoe of moeten we hem opnieuw doen? Even kijken. We gaan het gewoon nog een keer aanklikken. En misschien omdat ik nu die scan bij me heb, dat ik ook meer Pokémon's te zien krijg. Dat zou kunnen. Oké, daar gaan we. Yes, daar gaan we weer. Oké, tot nu toe gaan we even scannen. Is er iets? We zien dus de namen van de Pokémon's. We kunnen ervoor kiezen om... Wacht, betere scoren. Ja, ik heb nu de Pichu volgens mij. Aardig in mijn lens. Ik weet niet of ik deze nou beter kan krijgen. Maar als ik nou scan, kijken ze dan naar mij? Nee, dat niet. Ik probeer af en toe gewoon lekker te scannen hoor. Ik vind het goed. Heb ik nog iets gevonden hier in het omgevingtje? Ik vind het ook apart wat dit nou weer voor dingen zijn. Het lijkt wel net op prullenbak of zo. Oké, we gaan door. Oh, is dat er mooi voor? Oh, die was mooi. Die was mooi. Nog eentje? Ja, hoppakee. Hotseflots. Kunnen we nog scannen? Zit er wat in de omgeving? Iets wat ik misschien wel moet weten of zo? Tot nu toe nog niet. Ja, de Vivillon. Kijk, misschien hij. Die zit lekker dichtbij nu. Nee, kijk naar mij. Hé, hey, er is wat. Wat is er aan de hand? Er is iets daar. Wacht even. Oh, dat had ik vorige keer ook gefotografeerd. Weet je nog? Oké, ik heb wat foto's genomen ervan.
Ik weet niet of ik daar nog verder iets mee moet doen dan, maar oké. Okay. Dat was de research. Paddenstoeltjes ook niet. Het lijkt me ook wel iets. Oh, er is iets. Waar is het? Daar is het. Het is een bloem. Ik weet niet of ik daar iets mee moet doen verder nog, maar ik heb hem gefotografeerd. De Christabloem. We gaan door. Wat is dit dan weer voor game? Ja, hij is nieuw, Wesley. Ik weet wel dat ik continu aan het scannen ben om gewoon te kijken of er... Oh, ja, daar is hij weer hoor. Misschien als ik hem gewoon fotografeer als hij aan het vliegen is. Daar gaat hij hoor. Grappig hè, dat ik in zo'n apparaat zit ook. Hey, wacht even, Magikarp, als hij springt. Kom op, even springen, kom op, kom op. Ik wil je fotograferen als je springt. Kom op jongen, ik zit er klaar voor. Kom op. Jammer dit hè, het is zo jammer weer. Gewoon lekker wat foto's maken. Ben ik dat beest niet vergeten wat ik vorige keer in de boom zag? Daar ergens of zo, waar zat hij nou? Daar toch? Ik weet het niet meer, in zo'n volle boom. Oh, ben ik hem ook vergeten. Maar daar zit nog een Pokémon. Igrookie. Kijk hoor. Daar niks. Bloemetjes ook niet nieuw. Ben ik iets vergeten? Oh, wat is dat? Een hoedhoed. Oh, wat is er aan de hand? Wat gebeurt, jongens? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt je? Ja, die Pokémon. Oh, die moet ik researchen. Ze slapen dus met één pootje aan de buitenkant. Oké. Dat weten we nu ook van die Pokémon. Wat leuk. Schattig. Robert, dankjewel voor de follow. Hallo? Kijk je toch naar mijn kant, jongen? Wat schattig, zegt die Pokémon net. Je hebt van alles in de lucht en de bomen gemist. Pixelprimaat. Oh, serieus? Oh, shit, hé. Daar kom je nu pas mee. Nou ja, er zullen inderdaad in de lucht ook wel heel veel Pokémon zijn. Even kijken, hebben we hier nog iets wat we kunnen scannen? Ja, de Comfy. Maar ja, die Comfy's die zien we al heel veel. Wacht, Florch. Red Flower, dat is ook nieuw. Laten we die ook fotograferen. Almost done. Ja, ik weet het. Ik ben nog bezig. Verder nog iets. We kunnen die nog scannen. Misschien nog een vlindertje extra. Maakt het uit. Even expres nog in de lucht kijken op het eind. Nee, volgens mij is dit wel een beetje... Gaat dit wel goed? Hey, X-Man en Diamant. Dankjewel voor jullie follows. En welkom bij Pokémon Snap. Ja, ik kan daar niks mee doen. Maar dat is het einde blijkbaar. Wacht. Ja. Nou, dit ging wel redelijk. Fotografeert gewoon de kont van het beest in de boom. Ja, maar hij lag te slapen, hè. Ja, met één voet naar buiten. Dus ik ja, kan er niks aan doen. Maar we hebben wel een nieuwe Pokémon, als het goed is. Als het goed is. Oké, we hebben 27 foto's genomen en 11 Pokémon's gefotografeerd. Nou is het de vraag, ben ik mijn score, ben ik daar overheen? Dat is de vraag. Pichu, ik denk voor Pichu hebben we inderdaad 2 sterren. Dat is wel... Ja, dat is sowieso beter dan die achterkant die we eerst fotografeerden. Vivillon. Nou, ik weet niet of ik daar die moet gaan kiezen. Deze is volgens mij... Ja... Is het goed of is het niet goed? Ik vind deze wel schattig. Ik zeg je eerlijk. Deze heeft 2 sterren. Die kies ik ook. Comfy. Ook 2 sterren. Maar dat hadden we voor mij in de vorige ronde ook. Het is een nieuwe Pokémon. De Hoedhoed. Ik vind deze mooier, denk ik. Ja, ik ga voor die. En de Grookey. Daar hebben we ook iets nieuws voor. Nou ja, Magikarp. Ik denk niet dat ik die hoef te kiezen. Compare kan ik doen om te kijken of mijn score... Ja... Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Laten we dit gewoon zien aan de professor. En dan helemaal prima. Hey, Martijnos. Oké, wat wordt mijn score? Laten we even rustig bekijken. Dit is Pichu. En Pichu samen met die A-Pokémon. En daar krijg ik dus best wel een redelijke score voor. Was ook niet moeilijk, want de vorige keer had ik natuurlijk zijn achterkant gefotografeerd. 3000, 2 sterretjes in het brons. Kijk, die eerste foto is gewoon belachelijk. Dat ging helemaal niet goed. Dodrio, een flinke close-up. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk lekker die... jongens, even goed kijken zo. Nee, dat ging wel goed deze. Dit ging wel goed. Kijk eens. Hoppakee, Altseflots. Een gouden sterretje. We krijgen deze. De Florges. Of ik denk dat je het zo zegt. Die hebben we ontdekt. Een goede timing krijg ik als compliment. Nou ja, bijna 2500 2 sterren in de brons. Een Grookey. Een Stapie. Nice work, zegt hij.
Nou ja, ik weet niet of die goed is, maar in ieder geval, we hebben 2 sterren en we hebben de 1 ster gekregen. Hoed hoed, een nieuwe Pokémon. Helemaal gloedje nieuw. Dus de score die we daarvoor krijgen is natuurlijk gewoon gelijk al gesetteld. Gewoon, hoppakee, bam. 2514. En ik denk dat ik voor alle sterren, wat ik zo begrijp van de game, dat je natuurlijk voor goud moet gaan, maar dat je op 4 niveaus goud kan verdienen. Een gouden 1 ster, gouden 2 ster, nou enzovoort natuurlijk. Kijk, comfy. We gaan van 2 gouden sterren naar... Nou ja, wat zullen we gaan verdienen nu? Oh, oké. Ik denk dat we beter deze kunnen houden. Dat is iets beter. Die 2 gouden sterren ga ik niet inleveren voor 2 bronzen. Nou, het research level gaat nu omhoog. Je kan het net niet zien door mijn facecam. Maar we zijn level 2 geworden. Je kan het hier heel duidelijk zien natuurlijk. Hoppakee, bam. Look at that. Kijk eens even aan. Je hebt een nieuwe stage, nieuwe niveau heb je gehaald in het research. Keep an eye out voor je. Kijk uit voor... hou gewoon rekening mee met veranderingen. Maakt niet uit hoe klein die veranderingen ook zijn. By the way, thanks to the progress you made in your research. Nou, graag gedaan. Ik help graag mee, professor Knikker. Of hoe heet dat? Mirror, professor Spiegel. Save foto's to album. We gaan een paar foto's bewaren. Ik vind deze heel schattig. En ja, die gaan we sowieso bewaren. Dat kan niet anders. En ik vond die doodrail vond ik ook heel leuk. Ja, dat vind ik wel. We hebben nog verder een paar leuke... Ja, die hoedhoed vind ik ook wel leuk. Maar, ach. Anders gaan we dadelijk alles opslaan. Dat is ook niet de bedoeling. Oké, return to camp. Wat kunnen wij nu doen? Kunnen we een nieuw level doen? Of moeten we toch naar het laboratorium? Wat is dit voor apart spel? Het is een spel van... Ik geloof het 1999 of 97. Toen kwam deze game uit voor de Nintendo 64. En ze hebben nu deze game gewoon opnieuw leven ingebracht op de Nintendo Switch. Dus dat is best wel vet. Kijk eens even. Dit is een... is dit een caterpillar? Of niet? Ik weet al die namen niet. Dan moeten jullie me echt bij helpen in die chat. Want anders gaat het niet goed. Mmm. Captain Vince ook, hè. Er zijn dus speciale Pokémon. En het zou heel mooi zijn als ik als hun de research kunnen doen. Als ik die foto's vind. Maar hij heeft het nu al over de nacht. Dus ik heb wel het gevoel dat we misschien wel nu richting de nacht gaan. Dat zou mooi zijn. Maar kunnen we dat ook gaan doen dan? We moeten dan weer hetzelfde level doen, maar dan in de nacht. Maar dan zien we wel andere Pokémon. En misschien ook, dat hoop ik dan, dat we een andere route afleggen. Dat zou mooi zijn. Kans niet, Mardik. Nou, zo te zien wordt het volgens mij dezelfde route. Want het begin, dat herken ik nog wel. Maar ik zie gelijk al andere Pokémon. Hier ligt er al, of hier loopt er eentje. Hallo, kijk eens even. Nee. De Scorbunny. Oké. Het zijn inderdaad hele andere Pokémons gelijk. En die beesten staan ook veel dichterbij. Dat betekent dat ik ook betere foto's kan nemen van de Bufferland. Hallo jongens. Marnikje de Wij. Kom maar, jongen. Oh, en ook een kleintje daar. Oh, dit blijft dan stilstaan, opgefokte bunny. Echt, jongens. Kan ik ze niet wakker maken? Hallo? Wat fuck, jongens? Hallo? Nou, helemaal niks. Oh ja, ik moet wel meer in de lucht kijken. Want mensen zeiden ook van... Ja, Vincent, je mist van alles in de lucht en zo. Nou ja, dat kan, maar... Ja, ik ben natuurlijk een beetje aan het kijken. Oh, er is die weer. Hallo? Bunny? Nee, die komt niet meer terug, of wel? Nee. We gaan verder kijken, want er zijn waarschijnlijk nog wel meer Pokémons. Hey, in de boom. Ja, kijk. Caterpillars in de boom. Dat is mooi. Anders of niets. En daar nog eentje, die zit dan niet in een boom. Maar die... Oh, die keek naar mij. Die keek naar de lens. Een Murkrow. Oké, wat is dat dan weer? Oh, jongens, wacht. Ik krijg er heel veel punten voor, dat weet ik nu al. Ik voel dat gewoon. Oh, we hebben wat anders. Een Molshoop. Oh, wacht. Hij komt of niet? Oh, ik dacht dat hij kwam. Daar komt hij. Wat cool. Wat zijn dat nou? Torterra. Wat? Die hebben een boom op hun schild. Wat? Ik vind ze niet schattig, maar ik vind het wel leuk dat die boom er staat. Oh, kijk nou.
eendjes, Ducklet. Misschien zien we ook wel een Psyduck dadelijk. Hé, hey, ik zag het vliegen. Ik denk dat ik hem net... Ik zie ook een uiltje daar. De hoedhoed. Oh, die is wakker natuurlijk. Oh, Pidgey. Wow. Ja, ja, oei. Extra punten, extra punten. Hoppakee. Extra punkies. Ben ik iets vergeten? Ik ben iets vergeten volgens mij. Echt zieke graphics. Kijk, daar zit hij hoor. Ja, hij is wel echt schattig. Oh, hij keek me aan. Oeh. Oh, die ligt te tutteren. Kijk nou, die ligt lekker te slapen. Wat schattig. Oh, Pinsir. Kijk nou. Je ziet echt hele andere beesten ook hier. Echt heel vet. Ik vind het wel heel cool om te zien om hun gedrag een beetje in de gaten te houden en zo. Hé! Hey. Bijtjes, bijtjes! Een combi. Combi. Hij gaat naar de magnetron. Snap je hem? Oh, ik moet scannen. Oh, kijk maar aan. Kijk, oh! Ja, er is iets. Ik heb geanalyseerd de Crista Bloom, maar die had de vorige keer ook al geanalyseerd. Oh, daarboven zit wat. Een score bunny zit daar bovenop. Nou ja. Kijk nou. Oh, zo schattig. Dit was echt zo'n goede ronde. Echt een hele goede ronde. We hebben een hoop om te discussiëren, maar eerst laten we kijken naar de foto's en die beoordelen. Zeker, professor. Nou, we hebben echt heel veel nieuwe Pokémons. Eigenlijk eentje hebben we dubbel, de Svanna. Maar we beginnen met deze. Nou, het is wel duidelijk welke foto ik ga nemen. Dat is deze. Van de Boffeland. Welke hebben we genomen? Allemaal met 2 sterren. Ik vind... Ja, dit is een mooie close-up, hè? De Caterpie. Oh, helaas. Helaas, die vind ik het leukst. Helaas geen 2 sterren, dat is zo jammer. Ja, dat is jammer. De Murkrow. Ja, deze. 2 sterren. De Pinsir. Dan zou ik voor deze gaan. De Torterra. Die droge kop ook. Ik vind deze wel heel cool, eigenlijk. Echt een droge kop. Had ik de Svanna nog beter gefotografeerd? Die wil ik sowieso. Ducklet. Nou, maar eentje helaas gepakt. De hoedhoed. Deze. Pidgey. Nou vind ik die denk ik wel mooi. Maar deze is echt een mooie close-up. Deze is ook mooi. Ik ga voor die. Combi. Dan. Ja, deze dan. En de Crystal Bloom. Dat is er maar eentje. Nou, laten we ze de professor beoordelen en kijken wat er gebeurt. Ik vind vis echt walgelijk. Ja, ik eet het zelf ook niet trouwens. Nou, de bunny. Wat krijgen we ervoor? Even kijken. 4424. Dus na goud krijg je ook nog een soort diamantenkleur. Want je ziet het. Wauw. Dat is echt oprecht heel cool. Dat je ook nog gewoon boven goud nog een betere score kan halen. Ik denk platinum. Buffeland. Wat hebben we gescoord met de Buffeland? 3452. 2 zilveren sterretjes. Dan krijgen we de Caterpie of Caterpie. Caterpie. 3600. Een gouden ster. Ook mooi. En dan de Murkrow. Daar krijgen we 2 sterren voor. Pinsir. Ik ben benieuwd hoeveel punten die waard is. Oh, een platinum. Nice. De Torterra. Ik zei al, deze ronde gaat veel beter.
veel beter dan eerst. Deze Pokémon deed me denken... Ja, dit Pokémonnetje deed me denken aan God of War. Daar had je ook een schildpad of zo. En die had dan een huis op zich in die game God of War. Dat was echt fantastisch. De Swanna. Haal ik meer punten voor deze foto? Nee. Moet hem dan gaan vervangen? Nee. Tuurlijk niet. Ducklet. We krijgen een... Ah, een beetje zielig. Een bronzen. Bronsterretje. En dan de Hoothoot. Nou, die is beter dan de eerste foto die we hebben gedaan. Dat is ook duidelijk natuurlijk. Ook niet moeilijk. Pidgeot. Uit de eerste Pokémon-serie. Dan krijgen we één... zilveren ster. Niet de platinum. Ik had gehoopt op de platinum, maar het was het niet. De combi. Een gouden ster en de Crystabloom. Wat krijgen we daarvoor? Oh, ik had zo snel weggeklikt dat ik niet eens weet wat ik daarvoor kreeg. We krijgen dus ook weer een research level in de nacht. Dat is dan, dat telt dan apart. Dus je hebt een dagbeoordeling en een nachtbeoordeling. Ja. As big as possible. You got a profile icon. Oh, ik heb een icoontje gekregen. Wat leuk. En ook een bloemetje wat ik heb gefotografeerd. Nice. Moet nog foto's gaan opslaan. Het kan wel. Het kan wel. Ja, wat is een mooie foto. Ik vond die Caterpie vond ik wel echt... Die vond ik wel heel leuk, deze. Je hoeft ze natuurlijk niet altijd op te slaan, hè. En ik sowieso dat beestje, dat konijntje wat daar lag. Deze, die vind ik ook echt heel cute. Zo, pardon. Nou, die hebben we opgeslagen. En misschien ook de Hoothoot. Dat ik die wel even fotografeer zo. Of even opsla. Oké. Nou, prima. Wanneer komt deze game uit? Die is gisteren uitgekomen. Ja, toevallig. Gisteren is die uitgekomen op de Switch. Switch only. Ja, nieuwe Pokémon Snap. Hey Sanne. Er is iets ongelooflijks gebeurd. Hier, neem even een kijkje naar dit. Wat gebeurt er? Oh, lopen Pokémon op de achtergrond. When you got near that field of flowers, toen je bij dat veld met bloemen aankwam, had ik een hele sterke energie, had ik gelezen. Its source seems to be moving too. Oké, de source, dus waar het vandaan komt, die energie, die is dus aan het bewegen. Oké, okay, je weet niet of het een Elima-Pokémon is. What? All right. Oké, okay, we gaan eens kijken waar dat signaal vandaan komt. Of daar een Pokémon in zit, zeg maar. Maar dan ga ik even kijken of we dan... Kunnen we dan een nieuw level doen? Of moeten we dat echt opnieuw weer doen? Oké, okay, volgens mij gaan we het level echt voor de derde keer spelen. Heel veel mensen vragen ook altijd hoe duur een spel is. Nou, meestal als die nieuw uitkomt, dan vragen ze altijd wel standaard 60 euro bij de Switch games. Oh, wel een nieuwe omgeving. We gaan kijken waar die sterke energie vandaan komt. In ieder geval komt het hier vandaan bij het bloemenveld. En wow. Over eerste generatie Pokémon gesproken zal dit waarschijnlijk niet een eerste generatie zijn, of wel? Ik herken hem wel, maar dit was toch de tweede generatie? Wel echt heel cute. En ook groot. Kom op, fotograferen. Kom op. Oké, daar gaan we. Wow. Hij moet even naar me kijken. Wacht even, kan ik hem scannen?
Ja, dat is mooi. Ik moet scannen, Ik ga ze kon niet scannen. Nee, dat is natuurlijk niks. Hey, kristalbloem. Ja, kijk, dit moet je fotograferen. Oh, wat mooi. Dit is mooi hoor, dit. Oh, ik kijk blij. Maar ik kan natuurlijk maar één foto gebruiken, hè. Ik kan er wel een paar maken, maar dat heeft dan ook niet zoveel nut natuurlijk. Nou, dat was geen mooie foto. Oh, met die boom ook, hè. Kijk, dit is mooi. Kijk, let op, hè. Heel gaaf, heel gaaf. Close-up van zijn kop. Hij loopt gewoon lekker met me mee. Oh, de bloem. Hij gaat van die bloem eten waarschijnlijk, of niet? Kijk. Oh, die is zo mooi. Dit is een mooie foto. Ik weet zeker dat ik echt goede score ga halen, hoor. Pretface. Kijk, er komt nog wat aan. Oh, gaat hij daar eten of zo? Oké, ik hou hem gewoon lekker in de gaten. Gewoon even niet een close-upje, maar gewoon een totaalshot. Ja, die is leuk. Kijk, kijken. Het voelt een beetje als Jurassic Park nu, hè? Toch wel. Oh, het gaat weg. Nou. Oh, ik maak een foto daarvan. Sorry, verkeerde knop. Dat ging oprecht wel goed. Ja, ja, ja. Het was ook mooi dat hij flink ging poseren over de camera. Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan berekenen. We hebben 19 foto's genomen en uiteraard maar één Pokémon gezien. Ja, dat klopt ook. En we gaan eens kijken. Wauw. Dit is hem. En we hebben echt veel foto's genomen. Deze is... Oh, die is wel echt heel leuk. Kijk nou, we hebben nog meer foto's. Welke springen er nog meer uit? Waarom is deze... Die is echt leuk, deze. Die is echt leuk. Oké, welke gaan we doen? Deze of die? Ik vind die wel echt het leukst, denk ik. Die is echt leuk. Oh. Oké. Geen suspect. Of subject, sorry. Die kop is wel echt heel leuk. Illumina. Oké, wat wordt de score van de Meganium? Die is echt heel droog. Oh, jongens. We krijgen echt een dikke score, of niet? 5403. 2 platinum sterren. Dat is echt behoorlijk goed, denk ik. Ja, het liefst had ik 3 sterren, maar... Ach, ze geven niet meer. En de Kristabloem. Daar krijgen we ook puntjes voor. Ik vind die foto wel echt veel mooier. Absoluut. Nou, dit is een mooi shot, dat. Kijk, en we hebben ook nog een level voor de Illumina spots. Dus echt voor al die aparte levels binnenin het level, of al die niveaus, krijg je dus ook speciale research level points. Voor alles een dingetje. En ook krijg ik een research titel Best Shot. Nice pose, dat klinkt goed, dat is leuk. Gentle Wonder. You got a filter. Oh, wauw. Oh, je hebt een soort van... Nou, het is niet echt een cartoon filter, maar een soort van... Ja, alsof het een beetje in een 8-bit filter is gedaan. Gaaf. Oké, we gaan wel even wat foto's opslaan. Want ik heb echt wel, ik heb wel plezier gehad. En ik vind bijvoorbeeld deze... Dat vind ik echt een mooie foto. Maar hij is gewoon grappig eigenlijk. En ik vind deze vond ik ook heel mooi. Kijk maar. Dat is best een mooie foto. Dus die wil ik ook opslaan. En voor de rest zijn twee wel genoeg. Ik snap nog steeds niet waarom deze dan ook... Voor heel die kont in beeld. Waarom die dan ook best wel 2 scores kreeg. Of 2 van die sterretjes. Maar goed. Ik bepaal dat niet. Oké, ik hoop dat er een nieuw leveltje komt. Dan wil ik toch even nog een nieuw leveltje proberen. Om te kijken van hoe en wat. Select de foto. Save to your system.
En ik begreep ook dat er een apparaat komt dat je die foto's kan uitprinten. Dat je dat kan sturen naar dat apparaat. En dat het apparaatje dan die foto's gelijkertijd uitprint. In het echt dan, hè? Het lijkt me best wel tof. Als je dan een foto hebt gemaakt en je denkt van, daar ben ik echt trots op. Dat is echt een schattige foto. En die je gelijk uitprint. Dat is best leuk. Wat loopt daar nou weer voor ratje achter, joh? Schattig. Ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig of er een nieuw level komt. Dat wil ik heel graag weten. Good morning. Did you manage to get some sleep? Ik heb lekker een trucje gedaan. Nou, als Rita het hertje natuurlijk al vertelt. We proberen bij de launch een ecological survey spanning de enter. Oké, klinkt goed. Oké, ze proberen een soort connectie te vinden tussen beide gevalletjes. Dus de Pokémon en de kracht die ze hebben ontdekt op het eiland. Of daar een verband is tussen die Pokémon en die kracht. Zoiets begreep ik eruit. Oké, wat gaat er gebeuren? Dit is mijn poppetje natuurlijk. Hij knikt ja. Ik heb iets geaccepteerd. Een team badge. Oh, er zitten ook gewoon badges in de game. Ik weet dat ik daar met Let's Go Pikachu, daar kwam ik heel moeilijk aan die badges. Ja, ik ben even snel aan het skippen, want ik wil namelijk weten of er een nieuwe level komt. Ik wil heel graag een nieuwe level spelen. Misschien omdat ik al 3 keer hetzelfde level heb gedaan. Althans 2 keer hetzelfde level. Wel overdag en nacht. En dat is toch net iets anders, ook al leg je dezelfde route vast. Ik lees het ook gewoon niet. Ik wil gewoon verder. Ik wil gewoon verder. Kom op, jongens. Hey, blijkbaar heet ik Even. Dankjewel voor de follow. Hey, hello, zegt hij. Hello. You control a fluff root by pressing B. Ja, ik wil best wel een fluff root gooien, maar het is gewoon een appeltje. Oké, een piekertje komt erop af. Oké, we gooien nog een ding. Kom maar. Nog een keer. Nou, kom op, je moet dat appeltje toch eten? Kijk, let op. Oh, eet hem toch? Ja, kijk. Foto. Ik kan geen foto nemen of zo. Oh, ik moet gewoon leren. Ik moet gewoon oefenen om een appel te gooien. Ik dacht, ik maak gelijk een foto. Jan Openings, dankjewel voor de follow. Oké, we krijgen weer een nieuwe functie erbij. Niet alleen maar kunnen we scannen nu. We kunnen bij het fotograferen ook nog eten gooien naar de Pokémon. Zodat ze in ieder geval een beetje gelokt worden dat wij een mooiere foto kunnen maken. Of een close-upje natuurlijk. Dat zou mooi zijn. Nou, ik ben benieuwd. Research, want dat wilde ik gaan doen. Gaan we naar een nieuwe plek. Ik zie nog steeds deze... Waarom nog steeds? Change research level, kan dat? Level 2. Wat gebeurt er nu? Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we gaan het zien. Oh, ik moet hem nou opnieuw gaan doen. Oh, wacht, er zit een boven te springen. Wacht, moet ik die lokken? Met een appeltje? Ik weet niet of ik die moet lokken. Wacht, zal ik eens hoger aimen? Oh, dat ging niet helemaal goed. Wacht, misschien nog een keer. Let op, hè. Pak mijn Eevee. Is dat Eevee? Volgens mij wel. Hoeveel appeltjes heb ik nog? Hij eet die appeltjes gewoon niet. Hij krijgt het heen en weer, joh. Ja, hij pakt hem niet. Wel zonde dit. Ik had echt gehoopt dat Eevee eventjes gewoon een appeltje kon eten. Maar blijkbaar doen alleen Pikachu's dat. Ik maak gewoon dezelfde foto's. Misschien dat het nu meer punten geeft, omdat ik hun erbij allemaal heb. Oh ja, datzelfde fotootje weer. Hey Thomas, dankjewel voor de follow. Ja, kom maar, eten. Ja! Yes! Hij eet het appeltje. Oké, ik ben blij. Daar kwam ik voor.
hebben we in ieder geval nieuwe Pokémon. En ook al hebben we nu wel een beetje hetzelfde level. Proberen we wel eventjes... in ieder geval wat dingen up te graden misschien. Want ik moet dan wel de 1 ster voor deze Pokémon. Want ik heb natuurlijk wel de 2 sterren. Maar de 1 ster die mis ik nog. Dus extra punten kan geen kwaad. Gewoon van zijn lichaam. Gewoon dat lompe lichaam. Kijk, moeten we nog iets scannen? Is nog iets in de buurt? Er is nog iets in de buurt. Even kijken hoor. Oh ja. Even een fotootje. Zo, mooi. Oh, hij kijkt heel erg... Oh, hij kijkt echt heel droog. Ik heb het moment helaas gemist. Oh ja, de crystal bloem natuurlijk. Alle Pokémon eten een appel. Betekent dat ook dat deze een appel eet of niet? Oké. Okay. Zo te zien gaat hij over de... Oh, hij plet hem gewoon. Hij plet gewoon de appel. Ja, dat maakt mij niet uit, maar... Nou ja, in ieder geval... Hé, daar rechts is ook nog wat. Wat is daar rechts dan? Oh! Wat heb ik gevonden? Hé! Hey. That's one of the ancient runes. Dat is cool. Oké. Okay. Nou, mooi. We hebben weer wat nieuws gevonden. Ook mooi. Gewoon een close-upje zo. Of een total shot. Hoe hoger het level van een route... Hoe leuker, grappiger de Pokémon's doen... En er kunnen dan zelfs nieuwe Pokémon's komen. Ah, maar heb je dan maar 1 route of komen er nog wel meer routes? Dat moet wel, toch? Heeft het niet goed gedaan, zegt It's Your Boy Jamie. Ai. Ai, en ik heb wel mijn best gedaan. Ik weet het zeker. Met die Eevee, met dat appeltje die hij at, komt dat helemaal goed. Let maar op. Zal ik er een poepje laten ruiken? Even kijken hoor, de 1 ster. Ja, maar die kijkt dan, die is ook weer goed, hè? Ik kan compare doen. Ja... Ik weet ook niet wat de score is, want het staat er niet echt bij, hè? Ja, die vind ik ook mooi. Maar ja, we moeten natuurlijk een 1 ster kiezen. Dus ik denk dat ik voor deze ga, voor de 1 ster. Eevee moet ik natuurlijk degene pakken met de meeste sterren. Deze vind ik het leukst. Nou, de Crystal Bloom, dit helemaal niks. En deze, dat maakt in principe niet uit welke ik selecteer. Zo. Lekker, man. De Meganium. Bijna 5000 en... Oh my god, dit is echt... Waarom zei je dat ik het niet goed heb gedaan? Ik heb nu gewoon 1 en 2 ster in Platinum. Dus, nu jij weer. Eevee. En Eevee krijgt van mij, of in ieder geval van de computer, bijna 3000. Dat is misschien niet helemaal goed gegaan, maar... En de Ancient Runes. Een nieuw discovery. Lekker, man. Nou, dit telt wel weer bij mijn Illumina spot op. Ik krijg wel wat level erbij, maar niet zo heel veel. En we gaan return to camp. Ja, Pixel Primaat zegt dat er zo nieuwe levels aankomen. Dus daar ben ik wel lichtelijk benieuwd naar eigenlijk. Vincent, het spel Miitopia is al te koop. Is dat zo? Volgens mij kon je alleen een demo spelen, toch? Oké, ik ga even kijken of er al een nieuw leveltje is. Ik kan echt niks anders kiezen nog. Alleen maar deze. Maar je kan wel change level. Maar ik zie geen andere iets of zo. Zal ik nog even naar het lab gaan? Want daar ben ik nog nooit geweest. Althans, volgens mij zijn we er al binnen geweest. Ja, dit herken ik natuurlijk. Dit is waar de professor zijn research doet. Nou ja, it's pretty much the lives. Hij leeft hier gewoon eigenlijk. Oké, laat me een rondleiding geven. The server over there is where we store our research work. Nou, de server die daar staat, daar plaatsen we al ons werk. Er zijn een aantal dingen die je kan doen met de data. Eerst heb je een fotodex. Oh, geen Pokédex, maar het is een fotodex. Niet fotedex, fotodex. Oké. En het is gewoon eigenlijk een encyclopedie. Dat is mooi. Dan heb je jouw eigen ruimte. Daar kun je dus zien wat jouw persoonlijke score is van elke foto in je albums. En je kan ze ook editen. Wacht even. Dan weet ik misschien wel... Die foto kan ik natuurlijk aanpassen, omdat ik die filter heb unlocked net. Oké, dat wil ik wel even weten.
Als we naar mijn foto's gaan. Dus ik denk dan Your Space. Ja. En dan gaan we naar het album. En stel je voor, ik pak een foto zoals deze. En we doen dan foto editing. Oh, kijk, dat zijn hier de filters. En hier zijn dan de zwart-wit filters, zie ik. En we hebben dan volgens mij deze. Dit was het nieuwe filter. En effect strength, kan je ook nog zeggen van hij moet echt heel veel effect hebben. Of een klein beetje. Oh, wow. Zie je, het is een beetje 8-bit aan het worden nu, hè? Dus level 1 dag, level 2 dag, level 1 nacht, level 2 nacht, level 1 bos en level 2 bos. Oh, is dat het? Oké. Okay. We kunnen ook nog stickers toevoegen. Dit is grappig. Kan ik ook nog rotaten? Ja, kijk. We kunnen zelf ook kiezen dat hij het ijsje eet of zo. Het is zo droog dit. Oké. Okay. Nou, leuk. Je kan ze allemaal nog en in frame stoppen. Kijk. En ik denk op deze manier kan je al je foto's bewerken die je maakt in deze game. En daarmee kan je dus... Oh, die is ook schattig deze. Kijk nou. Een mooi lijstje eromheen. Dat kan ook. Kijk nou. Dit hoort er wel eigenlijk bij. Of deze. Leuke filters, zeg. Je hebt echt leuke filters. Leuk gedaan. Zo. Nou, jongens en meisjes. Dit was Pokémon Snap. Vanavond zijn we er weer met een nieuwe stream. Houd in de gaten. Rond 6 uur dit keer. En ja, ik vond het best wel vet eigenlijk. Ik hoop dat het wel een beetje gevarieerd is met de levels. Misschien moet ik daardoor nog een beetje meer gaan spelen. Het is wel, denk ik, de bedoeling om steeds meer Pokémon's te ontdekken. Ondanks dat je dezelfde route doet. Dus dat is een beetje het ding volgens mij in deze game. Miitopia voor de Switch is pas beschikbaar op 21 mei. Zie je het? Er was alleen een demo beschikbaar. We gaan even een raid doen. Want ik zag dat Midnan, die was ook bezig met deze game. Ja, die zat ook lekker Pokémon. Dus als jullie nog meer van deze game willen zien. En hij is waarschijnlijk verder dan ik in de game. Dan kan je gelijk even doorkijken. Dus ik zal even mijn Twitch openen. En dan gaan we eens even gelijk hem raiden. Ja. Kanaal raiden. Midnan. Oké. Okay. Lieve mensen. Tot de volgende keer. En tot snel weer. Doeg!